Nou, de dissidenten zijn weer teruggekeerd in de kudde. We gaan spellen. Doodgewone Hollandse woorden, maar hoe spel je ze ook alweer? Ad, voor jou het woord fractiediscipline. Oh, dat is wel lastig. Ja, voor jou zeker. Ik denk fractie. En dan discipline, zoals je het anders ook gewoon altijd schrijft? Nee, daar ben ik het ook weer niet mee eens. Wat is dit? Even kijken. Als je vanavond met mij een hapje wilt racletten, eventueel met je moeder, dan mag dat. Van wie komt dit nou weer? Ja, voel je niet verplicht hoor. Zie maar. De Hollandse lijstjesronde. Hoeveel typische CDA-eigenschappen kunnen jullie noemen? 6 of 7. 8. 10. Henk Bleker. Nee, je moet een getal noemen. 3. Boven de 10. 11. Oké, noem 11 CDA-eigenschappen. Integer? Nee. Standvastig? Nee, jongens, nee. CDA, hè? Principieel? Staat er niet bij. Kom op, denk maar. Mediageil? Ja, dat is goed. Ja, nog 10. Hobbyboer? Ja, ook goed. 9. Kom op, jongens, gaat lekker. Solidariteit? Nee, die staat er niet op. Wat was het spannend. Wat zaten jullie er dichtbij? Ponyfokker. Nee, altijd spel is afgelopen. Nee, even Henk uitschelden. Goed, wat was de top 20 volgens het Nederlandse publiek? Wat hadden jullie moeten noemen? Even kijken. Machtswellust, onbetrouwbaarheid, verdeeldheid en opportunisme. Ja, thuis voor de buis is het altijd zo eenvoudig, hè? Maar als je hier dan eenmaal staat, met je klotsende oksels, dan valt het onder de donder nog niet mee, hè? Ik bedoel, slissen kan iedereen, maar buslissen, hè? Daar gaat het om. Ja. Goed, we gaan weer zingen. Ik heb een tante in Marokko en die... Komt er niet in? Nou, ze komt er misschien wel in, maar ze kan hooguit een paar weken blijven op een toeristenvisum. Nee, het goede antwoord was komt Hiphoi. Ik vind het een raar programma dit. De volgende. Is je moeder niet Duits? Is je moeder niet Duits? Is je moeder niet Duits? Mauro. Nee, dat mag ik niet goed rekenen van de jury. Het was Marie. Maar je was wel heel warm. Ja, dat hoor ik vaak. Het zal wel een opvlieger geweest zijn. En door. Hokjes? Nee. Ik geef je een hint. Het is een kleur. Grijs? Beige? Nee, ik weet hem. Actuele modetinten. Nee, het was de kleur van je hart. De kleur van je wat? Hart? Sorry, nog nooit van gehoord. Ik zet er ook wel eens gekookt lamshart. Worden ze een beetje bruin, een beetje beige. Nou, dat zeiden wij. Toch, wij zeiden. Linda? We zijn eruit. Voor u staat een gelukkig christendemocraat. We hebben besloten om het unaniem toch goed te keuren. Florianne, zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder... Verblijfsvergunning? Nee, het was zonder hoed. Maar de zon scheen op zijn bolletje en daarom droeg hij een parasolletje. Ja. Nou ja, dan is het probleem toch opgelost. Laten we dan niet meer over individuele gevallen praten. Maar als Moriaantje met mij eventueel naar een voetbalwedstrijd wil, eventueel met zijn moeder, dan mag dat. Nou,